In Spanje heb ik waarschijnlijk een kleine voedselverrijving, waardoor ik eigenlijk woensdag, donderdag, vrijdag niets heb kunnen doen. En het is wel een opluchting van jou. Het duel met Mathieu van der Poel in de slotfase, hoe heb je dat naar je hand kunnen zetten? Gewoon mijn tempo gereden, denk ik, dat het belangrijkste was. Tijdens zat ik er wel door, dus ik heb nog zoveel mogelijk tijd proberen terug te halen op toon voor het klassement, maar voor de rest zat er niet veel meer in. De ondergrond, de wind, de gevoelstemperatuur, wat is de omstandigheden nu samen? Echte cross. Dus meer heb ik daar niet om over te zeggen. Morgen is het ook weer een prachtige cross, dus dat is plezant en daarvoor doen we het.